Deze vrouw weet wat ze doet. Reminds me of summer actually. Roos, ik hou van roos. Wat een topper. Ik vind hem heel sexy deze lipstick. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer iets leuks voor jullie, namelijk een lipstick test. Ik ga jullie straks vertellen welke lipsticks ik ga testen. Maar eerst wil ik jullie vragen om alvast je duimpje omhoog te doen. Natuurlijk een leuke reactie straks achter te laten. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Vergeet ook niet om eventjes te volgen op Instagram. Dat is @larissabruin. Daar deel ik nog veel meer over alles wat ik interessant vind op het gebied van beauty, mode, reizen en lifestyle. Dus check dat vooral ook eventjes. De lipstick die ik ga testen is van Catrice. En dat is de Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick That Lasts Up to 12 Hours. Met andere woorden, hij zou 12 uur lang moeten blijven zitten. Ik heb 6 kleuren gevonden, maar volgens mij zijn er wel meer kleuren. Althans, ik verwacht gewoon dat er meer kleuren zijn. Maar die waren er niet in de winkel. Dus ik heb gewoon deze alle 6 meegenomen. Ik vind dat de kleuren er zo al heel erg leuk uitzien. Want het zijn allemaal kleurtjes die heel erg gangbaar zijn en heel erg bruikbaar. Oh, hoi. Eigenlijk een beetje alles tussen roze en wat donkerder rood. Maar belangrijk is natuurlijk ook, voelt het lekker aan en blijft het goed zitten. De kleur die ik nu op mijn lippen heb, die ga ik er eerst eventjes afhalen. Dan kunnen we gaan beginnen. Oké, ik begin eventjes met een van de wat lichtere kleuren. En dat is de kleur 010 Trust in Me. Voilà, een liquid lipstick die uiteindelijk mat gaat worden. Ik hou daarvan. Ik weet niet van jullie, maar ik word er altijd wel heel blij van. Alleen moet ik eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig ook een glossje wel weer kan waarderen. Maar goed, nu dus even niet. Sowieso is het heel handig en heel fijn aanbrengen met zo'n liquid lipstick. En iedereen die denkt, ah, kijk je niet in de camera. Dat is omdat ik dus in de spiegel kijk. Oké. Ik weet niet waarom, maar ik wil gewoon meer smeren. Het voelt namelijk heel fijn aan. Oké, 2 lagen. Dat moet toch wel genoeg zijn, lijkt mij. Ik laat het heel eventjes opdrogen, voor zover dat nodig is. Ik denk dat het wel nodig is, want het is nu echt nog helemaal glossy en zoetsappig en zo, weet je wel. By the way, ik denk dat ik een klein beetje overbelicht ben. Misschien ook zelfs wel oogverblindend. Maar goed, dat is wel vaker het geval natuurlijk. Nee, jongens, even serieus. Ik heb het idee dat het licht hier heel fel schijnt. Ik hoop dat jullie daar geen last van hebben. De zon, ja, de zon is er gewoon weer. Eindelijk, jongens, het is mooi weer. Laten we dat met z'n allen omarmen. En vooral niet zeiken. Maar goed, ik hoop dus wel dat jullie deze kleuren nu een beetje goed kunnen zien. Eigenlijk kan je deze kleuren ook niet zien, want hij is zo goed als onzichtbaar op mijn lip. Hij gaat namelijk best wel over in de rest van mijn gezicht. Het is trouwens echt heel boeiend, want ik zie de onderkant nu al droog worden. Maar de bovenkant is dat nog niet. Wat geinig. Zien jullie dat verschil ook? Deze glimt nog een beetje en deze is echt al wat matter aan het worden. Oké, laten we dan allereerst even over de kleur hebben. Ik vind dit best wel een mooie kleur. Ik weet het, ik heb het vaker gezegd. Wanneer een kleur overgaat in mijn huidskleur, is het geen kleur. Dan is het transparantie of een concealer. Maar in dit geval zeg ik nou, hij is net wat rozer of net iets meer getint. Noemen we dit roze? Of noemen we dit nude? Hij is zeg maar roze genoeg om een kleur toe te voegen aan mijn gezicht. Zeg maar het iets gezelliger te maken dan half dood of zo. Zeg maar. Wauw, dit was zo'n slechte uitleg. Kunnen jullie hier wat mee? Ik weet het niet. In ieder geval is hij inmiddels droog. Dus we kunnen het hebben over de structuur. Ik moet zeggen, het voelde heel lekker aan toen ik hem opdeed. Ook heel gemakkelijk en dat vind ik fijn. Nu voelt het wel wat droger of zo. Het voelt een klein beetje trekkerig. Maar dat is misschien ook het proces waar we nog middenin zitten. Voor een matte lipstick vind ik hem heel mooi. Sowieso de kleur. Deze kleur vind ik echt vet. Dat was de kleur Trust in Me. You got my trust, baby. Oké, maar hoe is het dan als ik straks ga eten? Kan dat gewoon? Dit kan gewoon. Oh god, dit kan gewoon. Hoe vaak kan dit? Heel vaak dus. Het zit er nog steeds helemaal op. Oh my god. Misschien blijft hij echt wel 12 uur zitten, jongens. Ik ga niet 12 uur wachten voordat ik de volgende lipstick opdoe. Oh my god, geniaal. Wat nou als ik echt sexy ga doen? Hij zit er nog steeds op. Wauw. Dit geeft zoveel opties. Weet je hoe vaak ik
op een date ben en dan denk van, oh shit, nu ga ik drinken. En dan is die prachtige lipstick ineens weg, weet je wel. Maar dat heb je dus niet met deze lipstick. Hij was zo goedkoop. Oh mijn god, had ik al verteld wat het kostte? Volgens mij waren ze €4,99 per stuk. Oh, wat een topper. Oh mijn god, en ik ben nog steeds bij de eerste lipstick. We gaan door. Ja, nu krijg ik hem er dus ook gewoon echt bijna niet af. Zelfs niet met dit reinigingsdoekje. Oké, we gaan door naar de volgende kleur. En dat is de kleur 070 I Am Unique. Ook dit is weer een soortige roze. Hij verschilt eigenlijk niet zo heel erg veel met de vorige. De vorige was alleen net iets meer peachy. Deze is nog iets meer roze. Volgen jullie me nog? Ja, dit is een beetje Barbie-achtig hoor. Ja, ik ga toch eventjes het licht voor jullie aanpassen, want... Dit doet me geen goed, denk ik. Ik weet niet of dit helpt. Oké, één tip. Als je hem net op hebt gedaan, ga dan niet je lippen over elkaar wrijven. Want als het nog niet opgedroogd is, dan komt het er niet goed uit te zien. Na die laatste laag moet je echt even wachten tot het droog is. Maar de kleur. Ik vind dit dus echt een Barbie kleur. Vroeger werd ik blij van Barbie en dat word ik eigenlijk nog steeds wel. Maar niet van de Barbie kleur op mijn lip. Snap je? Het is te rozig. En te erg. Roos, ik hou van roos. Ik zie deze nu ook opdrogen. Maar ik heb zoiets van, hier wil ik helemaal niet op wachten. Nee. Ik vind het wel grappig. Want als je ze zo naast elkaar ziet, dan lijkt het heel erg op elkaar te lijken. Maar toch maakt het echt wel heel veel verschil. In ieder geval vind ik dat het voor mij veel verschil maakt. Want de I Am Unique... Die zou ik niet zo gauw dragen. Maar de Trust in Me vind ik echt een prachtige kleur. Dus ja, zo zie je maar hoe je toch altijd eventjes moet proberen op je lip. Om te zien wat het voor je doet. Nou, dit doet dus helemaal niks voor mij. Dit klopt gewoon niet. Het is of alsof ik de verkeerde spraytijn heb gebruikt. Of alsof ik de verkeerde lipstick op heb. Ja, nou, laat het nou de laatste zijn. Door met de volgende kleur. En dat is de kleur 040 Braveness Wins. En dat is eigenlijk een kleur die weer heel erg lijkt op de vorige twee kleuren. Ik ben benieuwd of ik hem dan wel of niet mooi ga vinden. Hij lijkt eigenlijk weer een beetje op dat eerste kleurtje. Misschien vind ik deze alleen ietsjes feller van kleur. Dus iets meer peachroze. Peachroze. Ik gooi ze gewoon allebei even de lucht in. Het heeft namelijk een beetje van beide. Maar hij is wat lichter of zo. En ietsjes meer bright popping. You know what I mean? Reminds me of summer actually. Oh my god, can it just be summer please? Like, I'd love to have a fast forward to summer actually. Like, I know it's spring, it's sunny and everything, but you know, summer is even better. Laten we doorgaan met de lippy. Hij is inmiddels ook wel opgedroogd. Ja, ik vind deze ook mooi. Hij is heel zacht eigenlijk nu die opgedroogd is. Ik vond hem heel bright and popping. Maar nu denk ik, oh my god, it's quite soft, you know? Oké, genoeg. De volgende kleur is de kleur 080 Dream Big. Klinkt goed. Dream Big. Groot dromen. Altijd doen. Altijd doen. Oké. Dit heeft duidelijk iets meer kleur. Het is een wat donkerdere kleur roze. En het spreekt me wel aan. Jawel. Het is niet te fel. Het is eigenlijk heel sophisticated. We gaan even wachten tot hij is opgedroogd. Nou, eigenlijk weet ik niet of we per se moeten wachten tot hij is opgedroogd. Maar... ja, dan kun je iets meer zien wat de matte finish is. In ieder geval vind ik hem zo shiny mooi van kleur. Ik denk wel dat hoe langer je hem op hebt, hoe meer het comfortabel wordt. Want zoals ik al zei, nu zitten we nog helemaal in het proces. En dan voel ik wel dat er iets gaande is op mijn lip of zo. Dat die opdroogt. Dat voel je op de een of andere manier. Ik vind wel hoe droger die wordt, hoe donkerder die lijkt. En hoe mooier ik hem vind. Goed, ja, opgedroogd. Ik vind hem heel tof. Ik vind hem heel tof. Ietsje dichterbij, want gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Oh, deze moet ik ook vaker gebruiken. Dan gaan we door met de kleur 090. This is my statement. En dat is een statement rode kleur. ja, ik vind het een mooie kleur rood. Ik weet niet of je er helemaal lekker op zit. Want met zo'n kleur is het altijd een beetje lastig aanbrengen. Alhoewel ik dit een hele fijne applicator vind hebben. Dat moet ik wel erbij vertellen. Toch denk ik dat het me niet zou misstaan als ik hier een lipliner bij zou gebruiken. Ja, ik kan hier wel blij van worden. Ben ik heel benieuwd hoe goed deze rode blijft zitten. Want de rood is tricky. Oké, we krijgen wel een mini afdruk op mijn hand. Dus kussen is niet helemaal veilig. Alhoewel, misschien is hij gewoon nog niet helemaal goed droog. Laten we nog ietsje langer wachten. Ik wil weten of ik veilig kan kussen. Oké, nog een keer andere hand. Ja, we hebben wel een klein afdrukje. Maar
hier doe ik het wel voor. Dit vind ik oké. Daar kan ik mee leven. En ik denk dat elke man daar wel mee kan leven. Dus kussen is min of meer veilig met deze lippie. Dat vind ik fijn. Oh, maak alsjeblieft geen screenshots. Normaal ben ik sexier. Oké, ik heb echt medelijden met mijn lip. Maar we hebben nog maar eentje te gaan. Dat is de laatste en dat is de kleur 100. Courage Code. Bordeaux rood, jongens. Bordeaux rood. Een van mijn favoriete kleuren. Niet eens op lipstick gebied, maar ook op lipstick gebied vind ik het een hele mooie kleur. En deze dus ook wel weer. Ik heb alleen wel het idee dat ik hem iets voller had mogen aanbrengen. Want op de een of andere manier heb ik het gevoel alsof mijn bovenlip een beetje sumier is aangebracht. Ik wil meer bovenlip, vriendin. Wacht eens even. Beter? Oké, even wachten tot die is opgedroogd. Ik denk dat deze er ook droog nog mooier uit gaat zien. Dat zie ik eigenlijk al een beetje aan de onderkant. Die is al wat opgedroogd. Ik vind het echt heel mooi. Oeh, ik vind het zo stijlvol altijd, weet je wel. Vooral die donkere kleuren, maar überhaupt. Als het mat is, heb ik altijd het idee van, oké, deze vrouw weet wat ze doet. Deze vrouw weet wat ze doet. Deze weet wat ze doet op gebied van make-up, verzorging, beauty, schoonheid, alles. Het is ook gewoon echt een hele mooie kleur weer. En ja, opgedroogd is hij nog mooier. Maar hij is nog steeds aan het opdrogen. Zal ik weer ietsjes dichterbij komen? Ja, doe ik graag hoor met deze lippie. Kijk dan. Ik vind hem heel sexy, deze lipstick. Nou, ik vind het ook een prachtige lipstick om mee af te sluiten. Jongens, ik ben sowieso heel erg enthousiast over deze collectie. En over deze Matte Pro Ink, ik moet heel veel spieken, non-transfer liquid lipstick that lasts up to 12 hours. Of je nou echt 12 uur lang blijft zitten, dat weet ik dus nog niet. In ieder geval ben ik daar wel heel erg benieuwd naar en ik kan me voorstellen jullie ook. Als je deze zelf ook hebt geprobeerd, laat me dan vooral eventjes weten wat jouw bevindingen waren. Vergeet natuurlijk verder ook niet om eventjes een duimpje omhoog te doen, een leuke reactie achter te laten. Wat was jouw favoriet? Ik weet in ieder geval dat mijn favorieten waren de Trust in Me, de Dream Big. Maar eigenlijk ook wel de Courage Code die ik nu op heb. Ik vind ze allemaal wel een beetje mooi. Behalve die Barbie-achtige kleurtjes. Kijk, waar was ik ook weer gebleven? Duimpje omhoog, leuke reactie achterlaten. En natuurlijk eventjes abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk weer tot snel. Doeg! Zie je, dat gaf dus niet af. Dat is echt top. Wow, deze is wel echt nog hardnekkiger dan de vorige. Dit is dus echt die lipstick waarmee je gewoon flink kunt gaan tongen. Leuk. Oké, ik word misschien iets te enthousiast hier. Maar hoe fijn is dat? Dat je gewoon met iemand kunt zoenen. En dat je lipstick daarna nog steeds bij jou erop zit. In plaats van bij hem. Dat is toch ideaal? Blij.